Deze aflevering in locatie onbekend. Wat doe je als je samen met je vrienden op een van de meest verlaten plekken ter wereld terechtkomt? Ik weet niet zo lang we dit nog volhouden, maar... De enige die je kan redden, dat ben jij. Ik sta echt helemaal te shake. Welk team komt er als eerste en binnen 48 uur op het eindpunt aan? Je ziet het in locatie onbekend. Georgië. Georgië, het land dat in Europa en in Azië ligt en wordt gezien als het land waar wijn is ontstaan. Van de 5 miljoen inwoners woont het merendeel in de hoofdstad Tbilisi, waardoor het buiten de hoofdstad soms angstvallig stil kan zijn. Een land met grote hoogteverschillen en extreme bergpieken van meer dan 5 kilometer hoogte. Het landschap loopt hier uiteen, van steile gebergtes tot woestijnachtige vlaktes, diepe dalen en zeer beboste gebieden. Vrienden, welkom in Georgië! Yes! Tappa! We staan hier op een soort van oude kasteelruïne. Achter ons bergen met bos. En verder heb ik geen idee. Prachtig. Wat dit land is en waar we zijn. Vorige week hebben we natuurlijk gewonnen. Jawel. Yes. Op de Vreureilanden. Ja. Zeker. We spelen nu tegen de bankzitters. Ja. Koen en Raoul. Ja. Met Hanwee. Daar zijn we dan! Yay! We zijn in Georgië, uitgaat een stuk. Ja. En we hebben deze rare vloeper erbij. Hey, welkom bij de bankzitters, jongen. Ja, nieuwste lid, jullie weten het. De nieuwe tijdelijke aanwinst van de bankzitters, Hanwee, is een echte vechtersbaas. En is bereid om Team Stuk volledig knock-out te slaan. De bankzitters kunnen niks toch, dus daarom ben ik hier. En de rest van de bankzitters konden niet, dus nu hebben we Hanwee. Koen lijkt van de buitenkant niet de meeste fysieke kracht te hebben. Maar diep van binnen schuilt er een meesterbrein in hem, waarmee hij altijd de juiste strategische keuzes maakt. We gaan bijna beginnen, 48 uur. Ik heb hier in mijn zak... Wat heb jij in jouw zak? Hier moeten we het mee gaan doen. De vader van het team, Raoul, heeft in zijn leven al veel spellen uitgespeeld. Maar zorgt hij er ook voor dat hij dit spel als snelste met zijn team uitspeelt? Wat kan er nou fout gaan? We zijn in het middle of fucking nowhere in Georgië. Ik zie wel dat we een kaart hebben met een enorme route die we weer moeten gaan afleggen binnen 48 uur. Ja. De teams krijgen beide een landkaart met minimale informatie en een GPS-kompas. Hierin zijn zogeheten waypoints te vinden, die hen de weg leidt richting het Didgori-monument. Het eindpunt van dit avontuur. Een monument wat in Georgië symbool staat voor een van de meest belangrijke veldslagen in de Georgiaanse geschiedenis. En waarmee het start zijn van de bevrijding van Georgië werd gegeven. Onderweg komen de teams voor een aantal tactische keuzes te staan. Waarin er gekozen wordt of de teams het gebaande pad of de onbekende weg gaan volgen. Zullen ze het juiste pad kiezen en daarmee sneller het eindpunt bereiken? Het is hartstikke leuk in Aangel, maar laten we gewoon beginnen, want we hebben maar 48 uur en we moeten winnen. Hier is echt bloedheet, hè? Het is 35 graden, het wordt zweten, het wordt afzien. Het wordt weer knallen, maar vroeg opstaan elke dag en gewoon beuken, jongens. Ik heb zin in weer een knijtermooie avontuur. De 48 uur zijn ingegaan en daarmee is locatie onbekend in Georgië officieel van start. After you. Oké. Okay. After you, sir. Ja, ook toch yes, wel. Very good. Fine. Jongens, maak er iets leuks van. Ik wacht hier. Later. Nou, Tom. Oké. Okay. Wow, we zijn meteen in een dorpje. In een dorpje. Wow, mooi. Ziet er wel een beetje flat uit. Ik moet navigeren. Ja. Ja. Ik heb de verantwoordelijkheid over de GPS. Dat vind ik wel leuk. Ja, we gaan goed. Ja, gaan we goed? Ja. Ik denk dat zij heel vaak gaan zeggen dat wij oude lullen zijn. Versleten YouTubers. Dat denk ik ook, ja. Maar wel, nadeel, onervaren. Want die GPS-kompas, ik denk dat ze het behoorlijk zwaar gaan krijgen mee. Ja. Niet meer over gezien. 35 graden, hè? Nu al aardig nat. Het is behoorlijk warm, maar de vibe zit er lekker in. Als ik dit zo naast elkaar leg, dan moeten we die kant op. Oké, okay, zeg maar, doe je het echt asfalt? Doei asfalt. Doei. Ja, dit wordt een avontuur vol zwoegen en zweten, jongens. Datzelfde geldt ook voor de bankzitters en Hanwee natuurlijk. Misschien goed om even na te denken over een teamnaam. Even een teamnaam hebben, je weet het toch? Ik zit te denken aan Hankzitters. Hankzitter. Bankwee. Nee, ik vind Hankzitters wel leuker. Oké, we zijn vanaf nu de Hankzitters. Let's go! En net als het team heeft besloten om verder door het leven te gaan als de Hankzitters, komen ze aan bij hun eerste tactische keuze. Oké, we zijn op het punt gekomen. We moeten kiezen. Het onbekende of het bekende pad. Wij zitten nu hier. Dit is een pad. Nou, dit ziet er wel gebaand uit. Het gebaande pad duurt langer, maar heb je niet allemaal bosjes zo waar je heen moet klauteren. Dit is het onbekende pad. Nou, hier is al tijdje niemand meer geweest van een grasmaaier. Aangezien wij een albino in het team hebben, denk je dat we eigenlijk geen keuze hebben. Hebben we een albino in het team?
Kijk hoe rood je bent. Ik zeg, we moeten even stemmen. Oké. Okay. Wie stemt voor de albinopad? Nou, volgens mij zijn we eruit dan. Volgens mij zijn we eruit. Oké. Okay. Tijdens het eerste tactische keuzemoment heeft het team besloten om voor de onbekende weg te gaan. Om daarmee sneller op het eindpunt aan te komen. Hoi, hangzitters! Hangzitters! Hey! Wij dachten leuk met z'n allen, we gaan gewoon voor het onbekende pad. Maar na 10 meter wisten we al. Bro, dit is helemaal niks. Nee, dit is niks. Nee, we gaan makkelijker pad. Wat wij zagen, daar konden we gewoon niet doorheen. Daar konden we gewoon echt niet doorheen. Dus dan omkeren en snel die begaande weg kiezen. Cancel the plan! Cancel the plan! Go hangzitters, hey! Ik heb niet het idee dat Hangmee doorheeft dat het kiezen van de andere route tot flinke achterstand kan leiden op Team Stuk. Maar goed, laten we kijken wat voor moois zij allemaal ontdekken. Ik heb een braampje gespot. Het bos heeft eten in overvloed. Very good. Lekker. Heerlijk! Heb je ook je hele lijf helemaal nat? Zijn nat. Er zijn hier zoveel insecten. Zo. En wij beginnen met zweten. Dus wat hebben wij? We hebben een insectennetje. Een leuk souvenirtje. Oeh, dit is wel chill hoor. Dan vallen ze jou niet meer lastig. Dan kunnen ze niet bij mijn gezicht. Laten we wel bewegen, want die beesten komen nog steeds. Ja, let's go. En wanneer de klamboes goed zitten, treffen ook zij hun eerste tactische keuze. Als we onszelf verplaatsen in de kaart, kan je hier links en je kan zeg maar rechtdoor rechts. En dus ik denk dat dat het onbekende pad is en dat het gebaande pad is. Ja? Oké. Okay. Dus ik zou zeggen, we gaan voor het snelle en we gaan voor de hardroute. Oké, let's go. Ja? We gaan voor de hardroute. Ja. En dat, die kant op, gewoon rechtstreeks de bos in is dit, hè? Ja, ja. Ik hoop dat er een soort van pad overblijft. Oké. Okay. Team Stuk laat zich niet kennen en kiezen zo avontuurlijk als ze zijn voor de onbekende weg. Jeetje mina. Jeetje. Fucking hell. Woe. Jongens, we gaan diep de bossen in. Het is niet te doen. Het kan toch niet de bedoeling zijn? Ja, hier zie je wel dat pad. Welk pad? Ik zie geen pad. Kijk, ook met zo'n korte broek, hè? Snap de pannenkoeken. Ik zit vast. Auw! Auw, maar is het vast? Er zitten ook allemaal roze struik, bruine struik. Zullen we naar huis gaan? Ja, spist. Ja. Het is wel de goede kant op de GPS. Ik weet echt niet of dit een goed idee is. We gaan recht door de bosjes heen. We zijn gewoon weer op het pad, hoor, Steve. Steve, we hebben het gevonden! We are winners! Woehoe! Ja? Kom, gaan we stoppen. Gaan we stoppen. Ja. We gaan even stoppen voor Steve. Hey, hoi. Jullie waren hier serieus aan het verstoppen. Dat is echt de slechtste verstoppoging die ik ooit heb meegemaakt. Maar we hebben wel weer een pad. Hey! De mannen hebben een beter pad gevonden. De moed zit er goed in. En daar is Giel zich maar al te bewust van. Ja, jongens, we gaan lekker. We maken redelijk het meters. Wat is dit? Dit is een soort afgraving. Waarom zien we hier random een huis? Somebody? Hallo. Yo. We komen hier gewoon op de route een verlaten woning tegen. Oh, ligt hier gewoon een bed te houden? Ik zie hier gewoon een bed en een kussen. Nee, joh. Ik vraag me af, wat doen deze mensen hier? Waarom wonen hier mensen zo ver van de bewoonde wereld? Hallo? Nou, ze zijn dit nog aan het maken, hoor. Hier, wat is dit? Kijk, hier woont iemand. Ja. Kijk. Er is een bar. Er is een bar binnen. Maar kun je die deur openmaken, Steve? Ik krijg hem niet open. Zo krijg je die niet open? Nee, ik krijg hem niet open. Hier woont niemand. Nee, maar hier werkt gewoon af en toe iemand. En dan gaat hij stenen afgraven en dan gaat hij naar beneden. Denk ik. Wordt hem niet, hè? Nee, wordt hem niet. Ik heb echt mijn best gedaan. En dit is een toilet hier. Laten we dat ook eventjes checken. Kan je vertellen, ik vind het een bijzonder toiletje. Oh. Ik hoor een hond. Wow. Maar best wel een agressieve hond ook. Nou, let's go. Laten we teruglopen. Laten we weggaan hier, inderdaad. Oh, holy shit. Oh shit. Holy fuck. Ja, de hond. Dit is wel een grote hond. Dit is best wel een grote hond, hoor. Dit is een hele grote hond. Ik schrik me zo erg van die hond. Oh, jongens. Hij is wel een beetje... Niet rennen. Als je gaat rennen, dan wordt hij vijandig. Ik zweer het, hij was aan het grommen. Ja, hij was aan het grommen namelijk. In Nederland ben ik dus nooit bang voor honden. Maar toen ik deze hond zag, wist ik al meteen, dit is geen fijne hond. Kijk, hoor. Hij komt weer. Hij komt weer. Holy fuck! Holy shit! Ga weg! Nee, niet schreeuwen!
Je gaat niet schreeuwen naar een hond. We moeten vooral niet gek worden, we moeten niet in paniek raken. Want die hond die ruikt angst. Oh, rustig lopen. Rustig lopen. Jezus. Dit vind ik echt niet relaxed, ouwe. Wat hè? Ja, dit is niet relaxed. Deze hond die gaat nog steeds achter. Die hond vindt ons ook niet relaxed. Jongens, nog meer honden. Nee, je niet. Lul. En een paard. Oh mijn god. Hey. Shit. Holy fuck. Hey, hallo. Holy fuck. Oh, daar zo, top. Ja. Gewoon een huis. Gelukkig, hij riep hem terug. Hallo. Kom maar. Hallo, Dirk. Laat het doorlopen, jongens. Serieus, laat het doorlopen. Kom. Holy fuck. Nou, Touw, het scheelt echt niet veel, hoor. Maar hij werd echt weer heel boos. Ja, ik zag het. Hij zat echt met zijn tanden open achter Touw net. Ja? Ja, serieus. Maar we komen ook in the middle of nowhere gewoon een man tegen die hier als een soort oerbewoner hier woont. Ziek, hè? Een paard en een geit en honden. Ik ben nooit bang voor honden, serieus. Maar wel voor deze motherfucker, jongen. Maar goed, we leven nog. Yes! Nou, gelukkig voor de boys komen ze er zonder kleerscheuren vanaf. Want in geval van nood is er namelijk niet direct een ziekenhuis in de buurt. Zelfs op het gebaande pad van Koen, Raoul en Hanwee is er dierlijk gezelschap te vinden. Pak haar, neef. Wij zijn de weg kwijt. Yo, bro. Je moet dus helpen aan Mattie. Oh mijn god. Wow, Raoul heeft hem getemd. Op een gegeven moment wordt Raoul gewoon gestalkt door een paard. Waarschijnlijk komt hij zelf ook zo'n grote hengst is, dacht ze, hey, hij is een van ons. Hij volgt hem gewoon, kijk, hij volgt hem. Ze, we hebben gewoon een paard. Wow, hij wordt boos. Snel, ga er langs. Gaan we goed? Zeker. Let's go. We hebben echt 20 minuten lang alleen maar omhoog gelopen. Wat een tocht. Ja, heel ver in de verte kijk. Dit is waar we begonnen zijn. Yo, hangzitters update. Weet niet hoe lang we dit nog volhouden, man. Oh. Ik ben zeg maar zo'n persoon die echt nooit in zijn leven loopt. Ik loop nu zoveel. Het is eigenlijk alleen maar lopen. En niet eens over een platte grond of zo. De bergen in. Je denkt, de hitte is al kut. Het lopen is al kut. Maar deze rugzak? Yo, dat maakt het echt nog 10 keer. En al die muggen om je heen. Tijd voor een kleine pauze. Ja, je hebt er beter uit gezien, volgens maatje. Pauze met view. Wat samen, het ziet er wel aardig uit, hè? Ja, want ondanks het zware avontuur wat jullie zijn aangegaan, mag er zeker ook genoten worden van al het moois wat Georgië te bieden heeft. En terwijl jullie pauze houden, gaan wij even naar de tussenstand op dit moment. Team Stuk, die de onbekende weg heeft genomen, zitten ondanks de paniek van de honden op een routeprogressie van maar liefst 12%. De bankzitters en Hanwee waren vanwege de te dicht beboste onbekende weg genoodzaakt om via het gebaande pad hun route voort te zetten. Hierdoor hebben ze 10% van hun route afgelegd. Giel, Thomas en Stefan bevinden zich nog altijd midden in de Georgische bossen. Maar sinds het incident met de hond lijken ze de controle en het overzicht een beetje kwijt te raken. Oké, we komen dus net achter dat we verkeerd lopen. We hadden bij de enge meneer en de enge hond hadden we een ander pad moeten hebben. Nu moeten we dus terug naar de enge meneer en de enge hond. En daar heb ik echt heel veel zin in. Daar is hij. Daar is hij. Godverdomme, man. Oh, ik vind het echt kut. Ik ben niet snel bang voor honden, maar nu was ik echt heel bang. Is hier geen pad, schat? Die hond die stond in de aanval om mij te bijten en ik gooi mijn backpacktas er naartoe. Ik ga terug. Jongens, terug. Holy fuck. Binnen 1 seconde waren we weer omgedraaid. No fucking way dat wij langs die honden kwamen. Kijk uit. Rustig blijven lopen. Jongens, we lopen door, alsjeblieft. Ja, maar daar moeten we naartoe. Ik ga niet langs de hond. Hij is duidelijk zijn territorium aan het verdedigen, zie je? Ik sta echt helemaal te shake. Holy fuck, shit. Laten we...
Ik dacht alsjeblieft. Ik werd echt bijna gebeten. Holy shit. Holy shit, jongen. Ik stond klaar. Alsjeblieft. Ik stond klaar om gebeten te worden. Ik zei het toch. Ja, maar we moeten dit niet doen. Ik loop liever een hele berg langs en om dan dat ik in mijn klauw word gebeten door die hond, man. Holy shit, Giel. Hij beet jou bijna, gek. Ja, hij beet mij bijna. Mijn hart zat in mijn keel, vriend. Fucking hell. Ik ga no way. Ik heb een nieuwe angst op mijn bucketlist. Not. Of op mijn not bucketlist. Ik heb de GPS-trekker gepakt. Oké, okay, is er een route deze kant op? Ja, er is een route. We volgen het pad. We volgen het pad. Komt goed. Wonderbouw van Wonder heeft Team Snoep een tweede ontmoeting met de hond overleefd. Hierdoor zijn ze wel van hun onbekende weg afgestapt en op het gebaande pad terechtgekomen. 10 minuten na de situatie met de hond komen we bij een oud huisje. Aha! 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 De doggies! Hau, 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 hau! Oh, ja, oeh! Ja. Vervolgens komt er een heel lief oud mannetje naar buiten gelopen en die vraagt of we wat drinken willen, of een hapje eten willen. Hé hey jongens, dit moet je natuurlijk meemaken. Kijk hoe deze man leeft. Hallo, hallo. Can we go in? Can we go in? Ja, wij mogen naar binnen. Hallo. Kom, we mogen naar binnen. Hallo. Mogen naar binnen. Ja. Kijk nou eens. Wat is dit prachtig. Wauw. Wow, iedereen kan hier gewoon slapen, man. Het is echt bizar. Deze mensen die hier wonen zijn zo bijzonder. Die leven hier gewoon in het bos. Eén probleem is dat we echt gewoon elkaar totaal niet begrijpen. Er is gewoon een taalbarrière van hier tot Georgië. Het is echt handen- en voetenwerk. Maar wat bijzonder, dit huisje. Ti? Ja. Dat is nou oké. Ja, dat is oké. Okay. Ja. En wanneer deze vriendelijke man de boys een rondleiding geeft... Dat zijn de grootste champions die ik ooit heb gezien. Jeetje. Wow. Yes. Al die drijfjes. Ze hebben hier wel genoeg eten, hoor. Ja, ze maken gewoon hun eigen eten hier. Worden ze op hun wenken bediend. Met al het lekkers wat ze hier te bieden hebben. Wat een lieve mensen. Eten, drinken, zoveel je wil. Volgens mij pakt hij nu sterke dranken bij. Ze willen alles met je delen, weet je wel. Ook al speet je elkaars taal niet, is dit wel ontzettend gaaf om mee te maken. Ah, hij zegt, we stopt dat bij de zijn, denk ik. Ja, ja. Dat zegt hij. Thank you. Hey, thank cheers. You. Ja. Na al die spanning is een beetje ontspanning wel verdiend. De bankzitters en Hanwee hebben hun kuiten aan het werk gezet. En hebben op een paar honderd meter hoogte zicht op de hoofdstad van Georgië. Dit is echt Betonblok City. Fucking love it. Door het gemaaide gras. En omdat het team vooral gewend is om te zitten, begint dat voor de beentjes toch een keer zijn tol te eisen. Ik kan niet meer. Ik ben helemaal kapot. Kijk, het ding is dus, we moeten zo over de bergen, maar we weten dus niet hoe. We moeten daar overheen, maar we weten niet of het dan naar beneden is daarna, of nog verder omhoog. En dus besluiten de boys met hun drone op verkenning te gaan. Okay. Nou, laat ons weten. Oh, oh, oh. Oh, nee, nee, nee. Nee. Oh, wat hebben wij een makkelijke tocht zo. Ja! Ja! Hij heeft ons geprankt. Wat lekker. Ziek. Achter je ook. Good spot, man. Nice. Let's walk downstairs. Oké. Okay. Let's go. Hey, ik ben fan, man. Downstairs lopen, ja, daar kan je mij voor wakker maken, ik zeg je eerlijk. Die wolken baren mij zorgen, als ik ja, het zo zie. Ik ook. Ik denk dat we echt snel door moeten lopen. Ja, anders gaat het echt keihard regenen. En dan zit ik liever in mijn lekkere tent. Bij Team Stuk zijn de magen gevuld. En is het hoog tijd om hun route weer voort te zetten. Thank you. Thank you so much, man. Thank you. Mama, wat is hier dan ook? Dit was fantastisch, joh. We hebben gegeten, we hebben gedronken, we hebben vers water. We kunnen weer door. Ja, we gaan er weer door. Hoppa! Ja! De energie zit er weer goed in. En met volle moed wordt het avontuur vervolgd. We zijn weer vertrokken en we zijn weer... En route. Jeetje, we krijgen meteen een berg. Ja, we moeten hier naar boven. Ja. En we zagen alleen maar bos. Bos, 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 bos. En een enorme steile helling. Van ik denk wel ruim 1,5 kilometer lang. Dit is wel echt een pittige... Pittige klim. We moeten zeker nog 40 uur. Nou, ik vind het wel vrij makkelijk. Ja, dat kun je niet zeggen. Dat kun je niet zeggen. Neem je woorden terug. De GPS-trekker zegt dat we die kant op moeten. Nog 2 mijl. Ik ben een stukje daarin gelopen. Het lijkt of hij daar naar beneden gaat. Ja. En daar lijkt het alsof hij omhoog gaat. Ik denk, dan gaan we hier rechts en dan gaan we er zo op. Ja?
Ja, dat is echt, maar dat is echt wat mijn richtingsgevoel zegt. Over het algemeen hebben we in de afgelopen periode met stuk te veel geleerd dat we meestal niet naar Steven moeten luisteren. Ja, dat zit ook in mijn achterhoofd. Dus overtuig ons. Meestal met navigatiedingen heb ik het toch meestal wel goed hoor. Eigenlijk. Ja, dat is echt wel zo hoor. Heb ik niet helemaal. Ik ben daar echt best wel goed in. Ja, serieus. Maar weet je wat? Ik vind het leuk. We gaan jou volgen, jou gewoon. Maar niet te hard gaan, hè? Niet te hard, hè, Steve. Drie keer raden wie de beste navigatieskills heeft. Zeg het maar. Ja, wat? Ja. Zeg het maar. Oké. Okay. Je had gelijk. Eww! Gelijk, Steve. Dat zijn de mooiste woorden in de Nederlandse taal. Dankjewel. We hebben afgesproken dat we een uur nog lopen. En dan gaan we ons kamp opzetten. En jullie hebben geen tent mee en ik wel. Dat klopt. Omdat we de vorige trip onze rug kapot hebben gemaakt, hebben Steven en ik geen tent bij ons. Ik heb de weersvoorspelling gecheckt en als het goed is, gaat het niet regenen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ja, ik ook. De paden op, de lanen in, vooruit met 20 stappen. Passen. We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Als het goed is, komt Hanne achter mij tevoorschijn straks. Ja, die zie je daar aankomen lopen. Zeg nieuws. Ja, wij horen iets. Onweer. Midden in de bossen. En met onweer in de bossen is het niet heel erg fijn. Dus wij maken tempo, we lopen door. Maar god, het gaat ook regenen. Wat een in, man. Boys, ik denk dat we moeten gaan kamperen in het bos. Oh mijn god. Dit is wel onweer, ouwe. Godzamer, ik heb geen tent, hè. Oh, ja, hier wel geen tent. Dat is fucked. Ja, het gaat vanavond echt spoken hier. Ja, ik stel echt voor, laten we zo snel mogelijk een plek gaan zoeken. Ja. Een tent opzetten en alles klaarleggen voordat het helemaal losbarst. In nog beter nieuws, we staan nu bij elektriciteitspalen. Dit is met het onweer natuurlijk ontzettend veilig. Zo! Mensen, ik weet niet of jullie dat zagen. What the fuck, ga er weg. Holy fuck. Je zag gewoon opeens allemaal flitsen in de lucht en allemaal donder. En je wist dan van, dit gaat gewoon fout. Zeg alsjeblieft niet dat het naar links moet. We moeten naar links dan. Oh mijn god. Ja, daar moeten we heen. Ja, die heeft klopt. Ja. Die open plek was zo ontzettend open dat je er niet moest zijn als het ging onweren. Als we nu door de bliksem geraakt worden, dan zijn we wel dood. Zo! Ja, ik denk dat we weer een beetje het bos in moeten. Wow! Die is echt heel boos. Die is echt hier. Jongens, en die onweer die zit boven ons. Het gaat zo tekeer. Het gaat zo tekeer. En jij hebt dus wel een tent, hè? Ja. Holy shit. Ja, het gaat echt spoken vanavond, joh. Ja, die gast kan. Wow! God, man. Onweer vind ik gewoon niet relaxed. Dat is natuur. Met natuur moet je niet zollen. Want in de natuur, hier waar we zijn, zijn we niks. We zijn kleine miertjes hier. Ja, ik vind het niet normaal. Nee. Het is heel goed. Oh! Holy fuck! Met gevaar voor eigen leven zijn beide teams midden in een Georgische storm terechtgekomen. Dit gaat echt zo'n helse nacht worden. Weten de teams de nacht veilig te overleven? En welk team zal binnen 48 uur als winnaar worden gekroond bij het Digori-monument? Het eindpunt van deze editie van Locatie Onbekend. Dat zie je in de volgende aflevering. Team Stuk loopt ondanks de overstap naar het gebaande pad prima op schema. En hebben daardoor maar liefst 27% van hun route afgelegd. De bankzitters en Hanwee hijgen het team in de nek. Want met hun routeprogressie van 23% kan er nog van alles gebeuren. Eerst maar eens de nacht doorzien te komen. En dit zie je volgende keer in Locatie Onbekend. Oké, we hebben een klein probleempje. Besef, als je hier uitglijdt, je dondert gewoon keihard naar beneden. Waarom is het nu boven ons? Fucking hell, waarom doen we dit? Ik sta op open veld.